we zijn hier op de tennisbanen van TV Victoria. En wij zijn Tennisacademie Rotterdam, de tennislesgevende instantie eigenlijk. En wij geven de high school tennisles. Want jullie hebben een samenwerkingsverband met het Thorbecke College. Hoe ziet dat samenwerkingsverband eruit? De kinderen krijgen bij ons de mogelijkheid om voor high school tennis te kiezen. Dat betekent dat ze in ieder geval 2 keer in de week kunnen gaan trainen. En daarnaast, indien het rooster technisch mogelijk is, proberen we ook de 3e en 4e keer de gelegenheid te geven, zodat ze zich door kunnen ontwikkelen. Ja. En nu is het binnenkort een open dag, hè? Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, sowieso zijn er meetrainingen mogelijk. Dus kinderen die geïnteresseerd zijn en nu in groep 8 zitten, kunnen zich melden bij TAR om een keertje mee te komen trainen, om te kijken of dit is wat ze willen. En daarnaast hebben wij natuurlijk als school de open dag, waarin alle informatie verstrekt wordt. Om deel te kunnen gaan nemen aan het high school tennismodel. Want hoe bevalt voor jullie die samenwerking? Ja, hartstikke goed, hartstikke tevreden. En we zitten nog wel in een groeiproces en er komen steeds weer nieuwe kinderen bij. En voor jullie, hoe bevalt die samenwerking? De samenwerking bevalt goed. Er is goed contact tussen ons en het Thorbecke. En dan zien we gewoon dat we en de jeugd gewoon lekker aan het tennis hebben en groeien. En dat ze op school toch ook gewoon hun prestaties hoog houden. Ja, want hoe zijn die prestaties? Je zegt hoog, maar... Nou ja, goed. Wat we vaak zien is dat topsporters toch gemotiveerd zijn om toch hun school ook gewoon goed te doen. En op het moment dat ze het op school goed doen, zien we dat op de tennisbaan ook weer terug. En eigenlijk vice versa. Kun je daar eens goede voorbeelden van geven van tennissers die het op school goed doen en op de baan ook? Ja, Ariane de Winter op het moment in de 2e klas zit bij ons op het VWO. En gewoon het feit dat ze de discipline hebben, 's ochtends trainen, daarna op het fietsje naar school, eventueel daarna nog een individuele training. Ze hebben gewoon zoveel zelfdiscipline waarin ze hun dag inplannen. En dat zie je gewoon terug ook aan de resultaten.